Ik heb vandaag een hele leuke vraag binnengekregen waarvan ik dacht, die gaan we nou meteen oppakken, want misschien herken je het wel. Waarom is het 's nachts niet pikdonker en kun je zelfs lichtgevende nachtwolken zien? Op dit moment? Op dit moment niet, want het is nog licht buiten. Het moet eerst donker worden, maar we zitten hartje zomer. Dus het wordt heel laat donker en het wordt weer heel vroeg licht. Maar van de week hebben we al beelden binnengekregen van lichtende nachtwolken. En Robbie van den Berg stelde me deze vraag. Dan is het dus 1 uur 's nachts en dan kijk je naar buiten. En dan zie je dus wit aan de hemel. En dat zijn wolken, die zitten heel hoog. Die zitten op 85 kilometer hoogte. Daarbovenin is het ontzettend koud. 95 tot 145 graden onder nul. En dan moet je voorstellen, dan heb je hele kleine stofdeeltjes, die zie je niet. Maar er zit ook waterdamp. En die waterdamp vriest vast aan die stofdeeltjes. En dat krijg je dan ijskristalletjes. Dit is boven de Noordzee ergens, denk ik. Het is ten noorden van ons, maar het zit 85 kilometer hoog. Dus die wolken zelf, die zullen ergens boven Noorwegen te zien zijn. Okay. Want je kunt heel ver kijken. En het kan eigenlijk alleen in deze zomerperiode te zien zijn. Omdat het nu op de Noordpool permanent licht is. Dus, maar leg het even uit. Nou, we hebben hier een plaatje waarbij je ziet rechte lijnen van boven naar beneden. Dus de dag en nacht duren overal even lang, namelijk 12 uur. En dit is precies op 21 maart of 21 september. Dus wanneer de lente of de herfst begint. Maar dan gaat de zon iets verder naar het noorden toe. En dan krijg je dat op de Noordpool het permanent licht is. Op de Zuidpool permanent donker. En dat bij ons de dagen dus steeds langer worden. Nou is dit een plaatje van de globe, van de aarde. En ik heb hem ook hier op mijn iPad meegenomen. Dan kan, als het goed is, kun je heel goed zien dat Nederland ligt hier verscholen. Mm-hmm. En vervolgens zie je de hele poolcirkel in het licht liggen. Hier ligt dan de Noordpool. Dus als je die lichtende nachtwolken wilt zien, moet je dus richting het noorden kijken. Op de Noordpool, op Groenland en IJsland, zie je het niet, want het is te licht. Het moet een beetje donker zijn. Zit je verder naar het zuiden, is het ook te donker. Dus juist die hele strook, hier waar Nederland in zit, in juni, juli, dan is het zichtbaar als je dus 's avonds lekker laat na een warme zomer. Romantisch, hè? En waarom? Vind je niet? Oh, yeah. Ja, en tot hoe laat kan je dat zien? Kijken. In principe een uur of twee na zonsondergang en een uur of twee voor zonsopkomst. Het moet echt al een beetje schemeren. En het zit dus verschil tussen Noord- en Zuid-Nederland. Wist jij dat het in Noord-Nederland een half uur langer licht is overdag ten opzichte van Maastricht? Ik kan me het wel voorstellen, maar het is een behoorlijk verschil inderdaad. Omdat je dus dichter bij de Noordpool zit. Ja. Hartje winter is het natuurlijk precies andersom. Dan is de Maastricht langer licht. Dus als het goed is, kun je het overal zien. Mits een aantal voorwaarden voldaan wordt. Het moet natuurlijk kraakhelder zijn. Je moet lichtende nachtwolken hebben. Dus het moet berenkoud zijn hoog in die atmosfeer ten noorden van ons. De zon mag ook niet te actief zijn. En met een beetje mazzel zou je het deze tijd kunnen zien. Maar ik zeg het erbij, het is zeldzaam. Het is een beetje ons noorderlicht, kan je zeggen. Niet helemaal. Ik zeg de hele tijd niet helemaal. Want dit zijn wolken die aangelicht worden door de zon. Hè? Omdat die zon dus nog op de Noordpool schijnt, wordt het aangelicht. En noorderlicht heeft meer te maken met de activiteit van de zon. Die geeft dan een enorme uitbarsting richting de aarde. Dan heb je allemaal elektrische deeltjes. Die botsen dan in de buurt van de poolcirkel. Dat klopt dan wel. En dan kan je van die prachtige groene schakeringen krijgen die prachtig verwoord is in een niet nader te noemen reclame van een heerlijk zomers.